Zakaria Amrani, ja, uiteindelijk 2-2 hier bij Hoogeveen. Hoe kijk je daarop terug? Uiteindelijk tevreden omdat je in die slotfase dan alsnog punt pakt? Ja, zeker. Je komt achter. Hè. Je komt terug en daarna kom je weer achter. En daarna kom je weer terug. Dus ik denk dat we als team vandaag echt karakter hebben getoond. En als je kijkt naar de tweede helft, heb je wel echt veel grotere kansen gehad dan de tegenstander. Ze hadden wel meer balbezit. Maar als je kijkt naar de kansen, hadden wij grotere kansen. Alleen ik denk 2-2 dat we daar wel tevreden mee zijn. De eerste 20 minuten hadden jullie het even moeilijk? Ja, zeker. Het spel van hun, de trainer had het aangegeven van tevoren. Alleen we hadden het best wel moeilijk. Tweede helft hebben we het omgezet en opgelost. Ja, en eigenlijk al na die 1-0, hè? Want dan scoort jezelf scoort heel snel die 1-1. Ja. Dan slaat het een beetje om en krijgen jullie meer controle. Ja, zeker. Controle in de zin van niet qua balbezit. Want ik denk niet dat we veel meer balbezit hadden dan een tegenstander. Maar ik denk wel scherper, tweede ballen winnen. En ik denk echt, wat ik kan zeggen, echt als team vandaag karakter heb getoond. Dat je gewoon twee keer achter staat en gewoon twee keer terugkomt. De laatste weken heb je hele sensationele wedstrijden. Scoor je veel, maar geef je ook heel, heel veel weg. Wat dat betreft heb je vandaag minder weggegeven, denk ik. Klopt. Minder weggeven. En ik denk wel dat we wel genoeg hebben gecreëerd, net als de voorgaande wedstrijden. Alleen, wat ik zeg, je moet net even die geluk hebben dat je scoort. Het is ook een kwestie van verdediging vandaag anders neergezet. Wat bedoel je van ons? Of? Ja, van jullie? Ja, ik denk dat we vooral de laatste twee wedstrijden best wel veel goals tegen hebben gehad. En ook als team hebben gesproken met elkaar van, we moeten van die tegengoals af. En dat heb je goed gezien vandaag. Wat denk je op een gegeven moment 5 minuten van tijd? Ja, dan wordt 2-1. Verloren zaak? Ja, dat gaat op een gegeven moment wel mentaal natuurlijk in je hoofd zitten. 5 minuten voor tijd die goal en dan weet je gewoon dat het echt moeilijk en lastig wordt. En gelukkig, wat ik zeg, echt karakter getoond. En Jeremy schiet hem goed binnen de 2-2. En heel blij met het gelijkspel. Ja. Punt bij de koploper inderdaad. En op zich niet verkeerd bezig de laatste weken? Nee, we zitten in een flow. 2 wedstrijden achter elkaar gewonnen, vandaag gelijk. En wat je zegt tegen de koploper, ze waren ook de favoriet vandaag. En ik denk dat we echt in de flow zitten. En ik hoop gewoon dat we deze lijn doorzetten. Ja, de plek in de middenmoot, is dat uiteindelijk ook waar jullie naartoe willen? Dat zou wel mooi zijn. Ik bedoel, voor de laatste plek is sowieso niet echt fijn om voor te voetballen. Ik denk dat we wel daar thuis horen. Misschien, wie weet, wat hoger. Wie weet. Je treft dit seizoen natuurlijk even weer wat andere ploegen. De hoofdklassen zijn weer wat gehusseld. Hoe schat je het niveau dit jaar in? Anders dan vorig jaar? Ik heb vorig jaar hier niet gespeeld, dus voor mij is dat lastig om te zeggen. Ik heb wel hoofdklasse toen destijds bij Leonidas gespeeld. Dat was een andere competitie, maar ik vind dat lastig om te zeggen wat hoger is. Ik denk wel dat deze competitie wel meer voetbalt dan de andere hoofdklasse. Ja, dat voetbal, dat ligt jullie, hè? Dat heb je wel bewezen. Ja, zeker. Dat is fijn, weet je. Die andere competitie was niet echt fijn om te voetballen. Het was veel kick-and-rush voetbal.